opstelling van een afgeronde dramaproductie. Niet de zoveelste aflevering van een serie, maar een op zichzelf staand verhaal. Het verhaal van Kees, naar een scenario van Willem Wilmink. Kees heeft een grotere hekel aan aangebrande pap dan aan Duitse soldaten in zijn woonplaats. De laatste oorlogsjaren bezien door de ogen van een 10-jarige Twentse jongen. Dat is het verhaal van Kees. Ik was 10 jaar en het was al erg lang oorlog. Zo lang dat ik bijna niet beter wist. Soms loeiden de sirenes voor het bombardement, soms erna. Als je de sirenes niet kunt vertrouwen, is het oorlog. Waarom bombardeerden de geallieerden Nederlandse steden? Vergisten ze zich? Dachten ze dat ze al boven Duitsland vlogen? Kijk nou toch eens. Die vlekken krijgt er nooit meer uit. Stil. Ze zitten op de terugweg. Een bom in circuit. Dat weet je nooit. Hoe laat is het eigenlijk? 2 uur. Nou jong, mag je even een lang opbloem? Zing nog eens dat mooie liedje, Kees, van die veldmuis. De veldmuis rond in het beukenbos, een lege notendop. Hij poetste hem met vochtig mos en zand een beetje op. Hij maakte het weer wieltjes. Mooi is daar. Die sirenes begint te loeien dat de bom er al is. Zolang wie maar bij elkaar blijft, dan kan ons niks gebeuren. Ja, het misgeert lodig in hierna. Toe, Kees. Maar halverwege ouderwand, zij stuitte de notendop sloeg om en om, zodat de veldmuis weer.
Waarom schrok ik niet van die man die door de moffen werd opgepakt? En wel van een torentje. Het leek wel of dat torentje iets op zijn geweten had. Lelijk torentje. Een bondgenoot van de moffen. Ik heb er nooit meer naar kunnen kijken zonder aan de oorlog te moeten denken. Ubini? Je bent zeker Keers? Ze zitten al aan tafel, Keers. En wie is dat? Ik ben de oom. Ik feliciteer hem met een goede rapport. Oh, je kunt zo met hem lachen. Ik ben Tineke en dus jou. Geen blauwe neus, joh. Akku was toch maar gauw hem in de warme melk doop. Ik zal nog op schoelen. Mag ik straks hoe ze pas zien? Eet smakelijk, Jan. Het is net of aan het branden is. Kan dat nou? Ik proef niks. Zie wat? En misschien toch een beetje te hard gewoon, die pap. Ik weet het. De melk. Zo slecht op het ogenblik. Ze verkoop je gewoon ondermelk en is nauwelijks beter dan water. Aangebrand water. Ja, hartstikke aan het branden. Misschien toch weer het verkeerde pannetje gebruikt. Verkeerde pannetje? Gooi dat er toch eens weg. Ja, of het zo makkelijk is om nieuwe spul te krijgen tegenwoordig. Nou, gooi dan in ieder geval de pap weg. In het westen zou ze ernaar snakken. In het oosten hoeft er geen eens ook een pap te hebben. Ik ben de suiker erin, ja? Verkeerde pannetje. Alles wordt vandaag de dag in een verkeerd pannetje kwam uit. Lekker. Eet je met? Ja, ik doe net alsof. Ze logeert een tijdje bij ons. We zitten dan poosje aan tafel. Hoe pap wordt koud? Misschien eruit inlopen of zo, omdat hij moffen zag. De moeder is ziek en de vader is opgepakt. Heb jij dat allemaal gelapt? Doe je het straks boven, dan doe ik het beneden. Ze zal hem nog naast pakken, moeder. Zij, uw neus is aan stuk met de blauw. Soms kwam mijn vader op de rand van mijn bed zitten en dan zong hij. Soms wandelde ik met hem door de stad en dan was het net of er geen oorlog was. Maar huizen stortten niet zomaar in elkaar. Door Bill Moore veilig, hè? De kelder is er nog, jong. Ja, er valt natuurlijk niet meer een bom op. Het zal heel toevallig zijn als er twee keer op dezelfde plaats een bom valt. Heel toevallig, hè? Kom. Waarom is dat griezelig? Ik zal echt niet weten waarom dat griezelig is. Door griezelig. Hände aus den Taschen. Na los, schnell. Hier dem Kick. Mag ik hier de wanen in de zak lopen? Nee, daar wordt Hitler doodnerveus van. Echt? Weet ik veel. Nou ja, ik heb ook een pistool op zak, dat weet je toch? Er zit niks in. Ik ben geen held, Kees. Verder, ken je die naam van deze
verlinken ze. De Chester. De Heavyglad. Mooi liedje. Ik denk een paar uur zo verder, Piebakken. Wat is opgehaald? Ze zult die voet gewoon niet meer van rekken trokken. Hinkend, met smerig verbaard in de poort en de kop. Alle fiets, met gammele karren en kapotte bokkenwagens. Ik wil het vinden van. Ik heb een brug ervan. Je steekt nu met pijlen in het water, Frank Boomvader, aan duizenden luchtballon. En als die ballon dan knapt? Zo knapt nooit allemaal tegelijk. Kun je zingen, Johanna, dan zing met me mee. Tra-l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 a. Kun je zingen, Johanna, dan zing met me mee. Tra-l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 a. Kun je fluiten, Johanna, dan fluit met me mee. Kun je fluiten, Johanna? Ja, zing met al die ellende. Ik kwam onder de rode vlekken te zitten. De dokter zei dat het allemaal van de angst kwam. Zolang ik maar in bed lag, waren er geen vlekken en leek alles in orde. Geef die jongen roomboter, zei de dokter, maar roomboter kon je nergens meer krijgen. Je moet Guus mijn papa en jong. Wat is dat? Dat weet je toch wel, van die romige melk. Dat is zo lekker, hè. En dan nog krentenbol toe. Krentenbol? Wat is dat nou weer? Kadetjes. Maar dan met krenten. Krenten is spierwit, broer. Krentenbol, dat ging me. Je bent zeker onderaan begonnen, hè? Ik denk niet. Ik bouw. Tja, ben je echt een kasteel met die stenen ook allemaal ongeluk? Durm. Heb ik op de durm mijn tekening? Niks, hè. Maar noem je wel op, want anders worden steen te groot. Ik moet er nog een opbouwbrug tegen. Dat is moeilijk. Een goede opbouwbrug teken je niet zomaar. Krentenbal met grismelpaap. Zo'n kasteel durft niet de bom erin. Bangers. Ga niet met Jan. Dat weet ik niet. Weet hij het? Je kunt met hem lachen, joh. Ja. Hoe vind je hem?
Opscheppen. Ik zou er best met jou willen zitten. Mieke stil. Ach, waar. Je vindt me een rare. Ben je ook? Hé, hey, dan moet die neurig zijn. Pak haar eens weer een vlek. Oranje boven, oranje boven, leven Wilhelmien. Oranje boven, oranje boven, leven Wilhelmien. In naam van oranje, de ogen, de boven, waar de gezicht aan de wal. Een vloot van de geuze, een aardje naar God. Toen heb je Kees. Moet ik niet in bed liggen? Ik ben niet hier. Ken je die van die boerin? Man vraagt aan de boerin. Ik wil geen de boer spreken. Zegt die boerin. Die is wel in het vuilniszak, maar die kunt hem zo kennen, want hij heeft een pet op. Niks aan. Ik ben ziek, dat weet toch? Tadaam. Wat is er? Zwaar gewond. Dat zie je toch wel. Waarom? Waarom? Draak zin in. Razzia is. Op straat waar alle mannen en grote jongens opgepakt. En met Mofrika er gewoon warm. Het is nens veilig. Maar gewoon, die laat ze met rust. Tante Jo en hoe mooi heeft me zo toetakeld. Knap, hè? Ik merk niks. Ze komt echt heel gauw. De Canadezen. En de Tommies. En de Yanks. Het is niks, kind. Het is maar een vermomming. Als ze jammer maar niet oppakt. Wie is Janne, vrouw me? De vrijer. Stiekem het. Mezelf. No. Hé. Hey. Als je zo moet huilen, dan zal het vast een orgen jongen weer. Is er met u? Hé, hey Kees. Ken je me nog? Weet je wie ik ben? Ja, tuurlijk. Om ja. Goed zo. Ik ben wel ziek, maar niet achterlijk. Goed zo, jong. Vreemd. Komt dat nou allemaal door de angst van die jongen? Moet de staat u dat, jong. Ergens zijn waar geen bommen worden gegooid. Boerenland, ja. Dan verdwijnen die vlekken wel. Als er niet geen berg ligt, dan is het bang. Volle melk, dat zal hem goed doen. Ja, hier in de stad kan het alleen maar slimmer worden.
Ik kon een tijdje logeren op een boerderij. Mijn vader kende de boer, of mijn moeder, ik weet niet precies meer. Wat aardig was, Tineke mocht mee. Vader en moeder brachten me. Vliegtuig ging. Wat kom je doen? Het werd niet te heet hoor in de stad. Ze pakken iedere dag jongens zoals ik op. Ik ben niet meer blij dat ik zo'n snotjong ben, Kees. Ze kunnen er vast nog een knecht gebruiken. Zit iets aan hun neus. Hey, Kees, moet je wel. Komt een vrouw bij de dokter en die zegt: oh, dokter, als ik me hier drukken, dan heb ik toch zo'n pien. Ja, als ik me hier drukken, dan heb ik zo'n pien. Dat moet je dan niet drukken, zei die dokter. Oh, Kees, je kunt zo met hem lachen. Wanneer? Wat nu, wanneer? Altijd daar zo het zegt. Kees. Dan ook vaak als ze niks zegt. Ik zing een regel en die zing niet nou, ja? Zeg, kleine schildersjongen. Zeg, kleine schildersjongen. Wat ben je toch begonnen? Wat ben je toch begonnen? Wat met alumitrailleurs en bommen? Wat met alumitrailleurs en bommen? Kun je lekker niet in Engeland komen? Allemaal! Lekker niet in Engeland komen. Allemaal! Zeg, kleine schildersjongen, wat ben je toch begonnen? Wat met aloep... Melk, zo uit de koe, dat kreeg ik daar. En ik werd er niet ziek van, maar juist beter. Die verse melk, zo zoet als slagroom. Net zoals de kalveren was ik er gek op. Alles was daar anders op die boerderij. Ik ben Kees, hè? Ik ben Dika. Hier de zuster van de boerin. Vind het mooier op de boerderij, mijn jongen? Hé, hey, Pien? Nee, ik moet in mijn grote boodschap. We kunnen wel eens omweer kringen. Je wil me dan niet afsluiten, Kees. Als hij dood bent, loopt de warm door uw hoofd, hè? Een echte hoofd is dan in hemel. Die komt niet in hemel, hè? Die heeft geen ziel. Als die eenmaal dood bent, ben ze dood. Hoe zal in dat? Wij bent niet Karelie en mijn vader vlakkelus. Vrij vaak eigenlijk. Vloeken is het huwen van een man, zegt onze pastoor altijd. Zijn God dat wel goed? Nou, God misschien niet. Maar zijn moeder, die begrip het wel. Maar Kees, God heeft alles gemaakt. Of niet dan?
En wat dacht je? Zal Jezus Christus niet echt hem bestaan? Die heeft echt bestaan. Nou, ben je van mij. Goed katholiek, hè, mijn jongen. En ik verkeerde in grote blijdschap, want mijn ziel was plotseling gered. En dat nog wel door een vrouw die niet lezen kon of schrijven. Ja, zo bliksemsnel kan een bekering in zijn werk gaan. Ik kijk alleen maar. Mij een beetje voor de gek houden, hè? Ken ik jou niet? Ja, ja, jij bent die jongen, hè? Die laatst niet in zijn kruis sloeg in de kerk. Ik ben er nog nooit binnen geweest. Kijk, ook nog liggen stien. En toch past ze mooi. En mij nog voor zwartrok uitschelden ook? Neem terug. Ik weet niet eens waar het is, zwartrok. Dan zeg je het weer. Fort jij. En laat ik je hier niet meer zien. En dat moest dan weer het einde zijn van de bliksemsnelle bekering. Kees, ga nu toch weg bij dat raam. Er kan niks gebeuren. De wereld vergeet. De hele wereld vergeet. Ja. Brengt de kippen van de leg. En de koeien geeft zo'n melk. Allemaal wat dood worden. Het lijkt de bom, maar er bent geen bom. Het is gewoon een natuur die het doet. Er zitten twee tellen tussen. Ze zullen een eind verder weg. Ga nu toch weg bij dat raam, Kees. Gaat het eigenlijk geen bliksemschicht op Kapkring? Nee. Wie is dat? Dat is Kees. Logeert hier een tientje. Professor Jonge Poerink is de naam. Zware operatie. Zeer zwaar, mag ik wel zeggen. En heeft hij naar hem keelt haald? Dubbeltje op zijn kant. Even een beetje blootspat, zie ik. We hebben de man kunnen redden. Maar geestelijk zal hij er altijd iets aan overhouden. Helemaal normaal zal hij helaas niet worden. Je hebt een zware taak, Gerrit. Ik ga even de sik verzetten. Professor, er is hier helemaal geen sik. De sik verzetten, dat betekent een plasje doen. Dat is een uitdrukking, jongen. Wat goed van ons, hè. Dat hij een professor noemt, is. Nou, dat is het toch? Wel, nee. Gerrit kon heel goed leren, hè. Maar hij vroeg het slingen van zijn motorfiets in de koppelkring. Stukje van zijn skerelvlof voort. Onder zijn mutsje kun je dat precies zien. Een hele deuk in het voorhoofd. Maar er zit wel een velletje overheen, hoor. Zijn wichten heeft ontmaakt. Daar kan het ook van komen. Professor,
Ja, mijn jongen. Wat heeft u precies voor een operatie gedaan? Hersenoperatie. Kijk, die man heeft de slinger van zijn motorfiets tegen zijn kop aangekregen. Schedel beschadigd, hè? Hersen ook een beetje. Lichamelijk zal hij genezen. Maar helemaal normaal zal hij helaas niet worden. Sieg! Hoi! Deutsches, hört mich an! Wir sind ein gesund und stark Volk und wir wollen siegen! Wir haben den Krieg nicht gewollt und darum wollen wir jetzt gewinnen auch! Warum? Lebe der Wilhelmin! Schäfelingen! Sieg heil! Komt een kerel die burgerlijk staat? Wel, doe op! Zegt die kerel. Meneer, ik wil mijn naam veranderen. Zegt die Anne. Hoe heet u dan? Adolf Poepjes, zeg. Hoe zegt hij? Dat begrijp ik maar. Ik zal ook geen Poepjes willen heten. Zegt die Anne. Nee, nee, nee. Ik zal netjes Poepjes willen heten. Ik wil mijn voornaam veranderen. Adolf Poepjes. Adolf? Ja, hij wil geen Adolf Poepjes heten. Ja, ja. Ik begrijp hem al lang. Ik kom die gordel zijn naam in de boom schrijven. Ik heb een enorm gat in mijn kies. Met de tong, jongen, lijkt het altijd groter. Zo. Nu nog een mooi hart. Ja, nu is het echt veel kleiner. Maar waar is het nou echt? En met de tong voelt of met de vinger? Hé, waar is mijn letter? Kees, is dat met een C of met een K? Kees is met een K. Nou, kom. Waarom hier het taal? Mooi, hè? Nu bent wie echt vermoord. In de buurt van de boerderij liep wel een Joodse jongen vrij over de weg. Hij floot een soldatenliedje dat hij op de geheime zender gehoord moest hebben. Ja, midden in de oorlog liep een Joodse jongen vrij rond in het Nederlandse landschap. En als er niemand is die dit zal geloven, dan vertel ik mijn verhaal alleen voor die ene jongen, David. Want die weet dat ik de waarheid spreek. Wat zou je doen als de mof me wilt pakken? Stop het maar. Ze zegt dat het heel lang kan duren. Bij de Engels niet zijn. Dat zou ons misschien vergeten met. Nee. Ik heb wel eens met een landwacht gesproken. Wie schrik? Die zei, je maakt de hele wereld gezond. Er komt een hele gezonde wereld. Iedereen die mank loopt, die giet eraan. Iedereen die blind is ook. Alle achterlijke kinderen schieten weer door. Anders krijg je een gezonde wereld. Waar zullen we hier overstappen voor die kerels? Daar, kom. Waarschijnlijk maar mooi in het hooi. Wil je wat maken naar je wegkomt? Goed weer. Heb jij wel eens met een meid gezoend? Je doet niks aan. Nooit eens. Hier zeker wel. Ach ja, zo af en toe. Af en toe, af en toe. Hoe vaak gedaan? 1, 2, 3, 4. Of schepper? Als ze erop hebben gegeten, is het niet lekker. Tien ik het nu erop. We mogen niet naar binnen. Dus dat doen we dan. Kees en David, de tweede detectives. Detectives bedoel je? Ja.
zult er geestelijk altijd iets aan overhouden. Helemaal normaal zult u helaas. Dag, professor. Wat doen jullie hier? Dit hier is... Wonen. Ja, weet ik. Dit is een noodziekenhuis. Wie van jullie moet ik opereren? Jij? Nou, nee. Jij dan? Heb jij zo'n mooie motorfiets? Ga maar zitten, jongen. Lichamelijk komt het heus wel goed. Maar geestelijk zou je er altijd iets aan overhouden. Helemaal normaal, zo je hele... Volgens mij bent u helemaal geen professor. Ah. Je bent de volgende patiënt. Professor! Collega Proximus, wat wilt u mij vertellen? Ik ben nog niet onder narcose. Nee, dat is waar. Hij praat en iemand die praat is niet... Waar is de narcotiseur? Klaas Vaak bedoel je. Die hebben ze opgepakt. Ah. Die zit in Duitsland, in arbeidsdienst. Ja, zo kunnen we hier niet werken. Ben je zelf wel eens geopereerd, professor? Vandaag opereer ik niet. Spijt. Al gaan jullie op je knieën liggen. Waarom dan niet? Mijn hoofd staat niet naar opereren. Zie die deuk? Lichamelijk bent u in orde, professor. Nou, helemaal normaal zult u helaas niet worden. Start. Wat eieren brengen, Tineke is moe. Maak met. Een heel eind? No. Nou, vooruit dan maar. Stek de been maar in de tas. Zing, Kees. Wat dacht je, dat je van niks met mogen rieden? Mijn pa die loopt met de bittere lika. En mijn moed die loopt erachteraan. Sajan en als mijn pa die rommel niet verkopen kan. Maakt mijn moed de kachel de weg aan. Stil! Door! Doe gewoon, Kees. Wat doe je gewoon? Nou, niet goed, net zo. Gewoon, ik weet niet hoe dat moet. Zeg maar naar de achteren, King. Nee, King, naar mijn rug. Gewoon deur praten, Kees. Er zit een bui achter ons. Verderop druppelt het daar. Ja, ik hoop het ook terug gehad. Goedemiddag. Goedemiddag. Hij keek niet eens naar de fietstas. Zo'n stomme stroom in de keels. Dames en heren luisteraars,
De twee dappere reisgenoten rijden voor de vreselijk natte moezon uit. Zullen zij op tijd hun hut bereiken? Of zal de moordende tropenbui hen toch nog overvallen? Luisteraars, wat spannend, wat spannend! Dames en heren luisteraars, de lucht lijkt lichter te worden. De regen trekt zich terug. Ah, nu wordt alleen land vrij nog naar. En mi pa die lukt met de bieterulika. En mi moe die lukt erachteraan. Zij ja, en als mi pa die rommel niet verkopen kan. Oma en Jantje die lopen op straat. Ze zegt Jantje, oma mag dat ook raar. Vrouw biedt dan en zegt, dokter, of had ik die afgesteld? Mooi, zeg. Steen blijven! Steen blijven! Hände hoog! Hände hoog, heb ik gezegd. Und jetzt los! Mitkommen! Ik vertel hem nog eens die bak van die dikke handen warmer. Eva? En ik fietste terug naar de boerderij met het fijne gevoel dat ik de oorlog weer achter me liet, met het beroerde gevoel dat ik Jan was kwijtgeraakt. Hoe moest ik dat aan Tineke vertellen? Hoeveel zijn er nog? Een stuk of 16. 16-2 of 16-1? Vijf uur, 11-2. Met die erbij dus nog even. 27 plus 8, dat is precies 35. 12. Voor mij? 12. Voor Tineke, dat is dan 11 voor jou. Zuur. Lekker zoet, toch? Je hoeft alleen maar te werken in de straat. Wat moet de jongen nou in een... kamp? Ja, kamp. Hij hoeft niet in kamp. Hij moet alleen maar werken voor de moffen. Net nog een rotwallig. Vind je niet al aardig? Hm? Oh ja. Hier.
Nee. Duitsers. Maffen. Ik ben zo gemeen, hè. Maar niet allemaal, hè. Op het dorp zit een Duitse soldaat, al wat dikke. Die kan niet tegen lawaai. Die schrikt van elke knal. Hij praat altijd over zijn kinderen. Staat hem dan in het dorp? Zijn Duits lijkt op Twents. Hij is bang met zijn kinderen, waardoor voorkomt daar in Duitsland. Ja, bommetje hier, bommetje daar. Ja, oh, dat is jammer bij al die bom. Nee, je hoeft me niet zo troost. Kom allemaal best in orde met Jan. Hij zal hem af nog aan de dag maken. Smaakt het, heren? Ik heb nog wel een kilo op. Dat moet ik eerst nog eens zien. Met gemak. Als je verliefd bent, eet je niet veel, heb ik wel gehoord. Heb jij een vrijer, Nika? Dat ben de jonge Jassie Saat niet. Jullie buken stond nog eens bassen. Hey. Hij is stapel. Hij durft te zijn. Stapel, mijn zoon op de toe, opschiet nou, anders doe ik de deur. Ja, laat me toch ontrust. Ja, merk voortaan. Ja, ik doe mijn best. Ik eet nooit geen kersen meer. Ik ook niet. Dat lucht op. Ik dacht dat ik dood ging. Misselijk? Nee, het is over. Waarom kijk je nou zo benauwd? Dat is steeds een kerstmiddag. Wou je nog wat? Een oom van mij, hè? Die heeft een keer 30 jaar achter elkaar op hier. Alsjeblieft. Daar heb ik nooit meer een jaar raaks. Liever ook me niet over aan je praten. Het was een rare vent. Ik kon de vader van mijn tante winnen. Mijn man is meestal ouder dan je vrouw, hè? Anders doen komt toch ook dus weer. Nu zo vaak. Waarom niet? Ja, meisjes, hè, die bent veel jaren. Ach, je weet wel. Volwassen keers. Ik ben bang voor bom. Zien we wel, ik niet. Hou je dacht. Verder zegt dat kinderen rustig over volwassen worden stoorlijk is. Bang alle mensen worden. Maar dat is iets anders. Wat wil je wel een keer als de oorlog voorbij is? Beroemd. Beroemd? Ja, ik word zanger. Opera? Nee, met een kooibehoed. Ik wil reizen naar Frankrijk, Engeland, de hele wereld. Ik ben nog nooit in het buitenland geweest. Ik heb wel. Iwa? Ja, met Ibi. Ik heb een keer Ibi onder grenspoleur staan. Was de bij je in het buitenland? Nou, ik hoop dat ik wat verder kom. Dat is maar een meisje, hoor, zie. Maar een jongen. Arme Jan. Verstaald voor u.
Op een dag nam de boer ons mee. Hij zei tegen David, kom mee, jongen. Iemand wil je zien. Waar gingen we naartoe? Ik durfde David er niet naar te vragen. We kwamen bij een huis aan de rand van een bos. En uit dat huis kwam een donker meisje tevoorschijn. Ze omhelste David. En ze nam ons mee naar haar kamer, want die wilde ze ons laten zien. Het was Davids zusje Esther. Hij kwam er die dag pas achter waar ze ondergedoken was. Zo'n kamer zou ik ook willen hebben. Zullen we ruilen? Hier kan ik de hele dag zitten. Krijg jij Kees om mee te spelen? Dat je zo dichtbij zit, wist ik niet. Dat jij zo dichtbij zit? Wist jij niet. Eet je hier lekker? Pap. Pap? En bonen. Dat kan niet op. Ik hoop het zelf pap en bonen eten. Zie je vader bonen eten? Ze hebben het net zo goed als wij. En toen kwam de dag dat ik weer naar huis moest. Ik kon niet langer van school wegblijven. De oorlog zou nog een tijdje duren, maar dat wisten we gelukkig niet. David zag ik die dag niet. David zou ik nooit meer zien. Misschien leeft hij nog, misschien niet. Wat nu? Het ging er goed, jongen. Dag, Dika. Dag. Terug naar de quarry start, hè? Ik kom gewoon weer terug. Amankes! Als vrede is, hè, mijn jongen? Humo, was ik bijna vergeten. Ik probeerde me het gezicht van David voor te stellen. Maar hoe harder ik probeerde, hoe minder het lukte. Was ik hem nu al vergeten? Misschien lag het wel aan het proberen zelf. Misschien kon je op die manier je een gezicht niet herinneren. Na een verschrikkelijke winter kwam het mooiste voorjaar dat er ooit is geweest. We werden bevrijd. De moffen verlieten hinkend op oude fietsen of op gammele karren of op kapotte bokkenwagens ons land. Vreemde soldaten kwamen in onze stad. De mensen dansten, juichten en aten chocolade. Oh!
Kees, ga eens boeten kijken of de Tommy's voorbij komt. Roep ze maar binnen. Ik ga ze verrassen. Kijk eens. Speciaal bewaard. De hele oorlog even netjes in de kast staan. Een bom. Toch weer een bom, terwijl we al bevrijd waren. Was dat dan niet bij alle piloten bekend? De laatste bom op onze stad en de laatste twee doden. En ik ben de gedachte nooit meer kwijtgeraakt dat er misschien toch nog ergens iets in de lucht hangt waar niemand meer op rekent. Oh ja, Jan kwam veilig terug uit Duitsland. Maar tussen Tineke en hem is het nooit meer wat geworden. Onze voorzitter, meneer Jansen, die zegt tegen mij... Zeg, kerel, waarom roep jij nou niet eens om dat onze gids de beste gids van Nederland is? Begin ik niet aan. Ten eerste weet iedereen het al. Ten tweede zit ik hier om leden te werven. Ah, een lid. Met de NO. Ja, meneer Jansen, vanavond nog. Meneer Jansen. Onze gids is de beste gids die er is. In Nederland. Ook blij met de NCRV? Bel dan 035-719-308 en u ontvangt de gids tot 1 juli voor 7,50 gulden. U kijkt naar de NCRV via Nederland 1.